Mijn naam is Marcel Schildwacht. Ik ben ecoloog en ingehuurd door de gemeente Waddinxveen. Omdat hier op de bouwlocatie Het Zuid rustreepadden waren waargenomen. De rustreepad is een beschermd diersoort. Dus we hebben voor de rustreepad een aantal compenserende maatregelen genomen. Een aantal nieuwe biotoopjes gemaakt. Zoals een ondiepe sloot, een zandbed waar ze in kunnen weggraven. Een aantal stenen waaronder ze kunnen wegschuilen. En we hebben gezorgd dat ze wel de toekomstige bouwplaats kunnen verlaten. Door middel van een aantal overstapjes. Maar dat ze niet meer terug kunnen komen vanwege een aantal schermen die we daar hebben neergezet. De rustreepad die kan dus wel naar het nieuwe biotoop komen, maar kan dadelijk niet meer de bouwplaats opkomen, waardoor de gemeente hun bouwactiviteiten kunnen voortzetten. De rustreepadjes die we nu zien, die hebben eigenlijk, zijn al vrij ver in ontwikkeling. Ze hebben zelfs al achterpootjes en voorpootjes, maar nog wel een staart. Hier zit er eentje. Het zijn pioniers, ontdekkingsreizigers. Het zijn allemaal kleine Columbusjes. Dus dat is een beetje voor de bouwsector, dus eigenlijk het gevaar. Want je kan onderzoek doen, ze zitten er niet. Je gooit er een hoop zand neer vanwege je voorbelasting. Je graaft er een slootje of wat dan ook. Of je rijdt er een spoor in waar water in blijft staan. En er zitten rustreepadden. In het noordwesten hebben we een biotoop aangelegd met een ronde poel. En we hebben aan het zuidoosten tegen de woonwijk hebben we er ook eentje aangelegd met een langwerpige poel. Zoals je hier kan zien.